Moeten jullie naar buiten? Ja, dat dacht ik al. Doe maar. Jij ook? Nee? Nee, die verdwijnt alweer. Die durft niet eentje te komen. Oh, hoe kan dat nou? Die durft niet te komen. Oh, oh, een gluipertje is het. Piekeboe. Ja? Kiekeboe. Hé, daar was je. Hé, kind. Hé? Poesje kind, hè? Ja. Goedemorgen lieve vrienden en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Het is vandaag alweer reeds donderdag en het is de eerste van de 12e 2022. En we leven om 10:40. De dames die zijn weer achterlijk bezig, die zijn weer gek, want die zijn blij, want ze hebben een nieuw kleed gekregen voor op de bank. Ja! En voor niemand anders dan onze Wilma. Ja, daar is Wilma. Dag Wilma. Hey. Hey, die bank hoeft niet ondersteboven, hè? Dames! Moeten jullie naar buiten? Ja, dat dacht ik al. Doe maar. Jij ook? Nee? Nee, die verdwijnt alweer. Die durft niet eentje te komen. Oh, hoe kan dat nou? Die durft niet te komen. Oh, oh, een gluipertje is het. Nou, doe dat. Hé, doe dat. Naar buiten. Angsthaas, angsthaas. Niet naar buiten dan. Nee? Het is mooi weer. Ja. Dat doet ze raar, hè? Wil ze zelf spelen en dan duikt ze weg. Raar beestje, hè, Elwing? Elwing. Raar beest, hè? Zit ze daar angstig te wezen? Doe even normaal. Gek beestje. Nou, kom maar. Kom dan. Alwin, kom maar. En stel Rietus. Zo. Je bent de malle, malle. Waar is je nou weer? Waar is nou die vuiltjes? In de onderste laars, schat. En ze weet het niet meer. Ja, maar ik weet het wel. Nee, schat. Nee, schat. Hier, schat. Ja, heb hier. Ik net ook gekeken, maar... Ja. Oh, 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 die plates. Daar komt ze door. Hier, juist. Ja. Oh, beginnen ze weer, hoor. Kleine doerakken. Ja, jullie zijn aan het doerakken. Jullie zijn aan het doerakken. Nee, dat vind ik niet lief. Hé. Hey. Vind ik niet lief. Ja, vind ik niet lief. Ja. Dus zien onze vrienden ook nog een keer dat jullie weer stout zijn, kunnen zijn. Hè? Stoeien, prima, maar ga dan even naar buiten. Ja. Het is mooi weer. Ik heb een nieuw kleed gekregen. Dan moet je juist naar Wilma toe gaan en Wilma gaan bedanken. Ja. Maar nee, dat doen jullie weer niet. Kjeltje van Dalen.
Ja. Nou, als jullie druk aan het dweilen, zoals jullie al even zien. Ja. En het zonnetje schijnt. En de lucht is, dan weet ik veel wat het is, dat zie ik niet eens. Maar in ieder geval, maakt allemaal niet uit. Dit is Huisje Weltevree, oftewel Huisje het Draait Hintje. Als jullie wel weten wat het is, ja, dan mogen jullie het hieronder neerzetten. Ja, Draait Hintje. Wat is dat? Wat houdt dat in? Dus als je het weet, mag je het hieronder neerzetten. En dan krijg je het wel te horen van me, of het goed is, ja of nee. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van jullie dag en geniet met ons mee. Zo, lieve vrienden, ja, daar ben ik dus weer even. Wilma is al lang alweer breed de deur uit. Ik ben ook al met de meisjes uit geweest. En ik ben nou de boel aan het klaarmaken om gezellig naar Mary toe te gaan. Ja, want ik heb die takken voor haar hier ook. Die liggen nou in een plastic tasje, maar die gaan ook nog in een andere tas. En ja, ik hoop dat ik dat heel uit over kan hevelen naar Mary toe. En dan komt alles goed. En ja, we gaan er gewoon weer genieten. En nee, ik neem niet weer een gebakje mee. Nee, dat doen we dit keer niet. Nee, maar in ieder geval, ik weet ook niet of ik vandaag ook weer film. Ik heb sowieso mijn mobiel mee, daar kan ik ook mee filmen, dat weten jullie. Dus ja, het komt allemaal goed. We gaan gewoon genieten. Het is nog steeds prachtig mooi weer. Dus dat hebben we in de pocket. En Kandolf, die is lastig, want die wil naar buiten. Maar die komt nou niet naar buiten, omdat ik weg moet. Nee, en dan wil ik niet mijn dieren buiten hebben. Dat gaat hem niet worden. Nee, dat doen we niet. Dus ja, het is geen zomer, weet je. En als een beetje koud krijgt, dan kan hij er niet in als ik er niet ben. Dus dat wil ik absoluut niet hebben. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet gewoon gezellig met ons mee. Nou, zoals jullie al doorhebben, zit ik dus lekker gezellig bij Mary. Ja. Eventjes het vogeltje in beeld. Hé? Ben je maar aan het doen dan? Koekie? Wie koekie? Hé? Kiekeboe? Ja? Kiekeboe. Hé, daar was je. Hé, kind. Hé? Poesje kind, hè? Ja. En hoe heet het poesekind ook alweer? Zwartje. Oh, gewoon zwartje. Terwijl het gevlekt is. Zwartje. Miauw. Goed zo. Even gedag gezegd. Hé? Ja nou? Nou. En dan zitten we lekker aan een bakje koffie. Ja, doe nou maar uit. Doe nou maar uit, terwijl ze zo mooi is, met een mooie haar. Ja. Ja. Dus ja, nou, dag vogeltje. Pim toch? Vergeet ik ook steeds. Tim. Tim, met een ja. T van Tinus? Ja. Oh, Tim. Nou, tot later. Ja, lieve vriend, ik ben een hele tijd eventjes niet bij jullie geweest, dus ja. Sorry, maar ik was dus bij Mary geweest, dat weten jullie. En dat was gezellig, zoals van ouds, ja. En op de terugweg ben ik even bij mijn favoriete kapper geweest. En daar heb ik even wat gekocht, vanwege mijn haar. Want ja, ik moet er een beetje voorzichtig mee omspringen, hè. Ja, ik moet het nodig wassen. En dat heb ik niet kunnen doen, dan enkel een beetje nat gemaakt. Met mijn handen zo onder de kraan en dan zo. Maar ik heb nou wat gekocht en dat is om het ook bij te kleuren. Ik zal het even pakken. Even zien.
Oh, dat is... Jij ging terug. Niks verloren? Nee. Nou, dan zet ik dat haar even neer. Dit is een flesje, daar zit een pompje op, zoals jullie dat kunnen zien. Met de kleur rode shampoo. Om mijn haar bij te werken. Kan ik hiermee doen. Maar als het toch alsnog wat lichter wordt. Dan hebben we nog weer een masker. Net als met het paarse. Heb ik het nou in het rood. Ja, en wat krijg ik erbij? En een heleboel van die blauwe handschoentjes. Ja. Alsof ik het zelf niet had. Maar ja, toch lief. En ik zei al, ik heb. Maar ja, ik vind dit lief, weet je. Hartstikke lief. Leuk tasje erbij. Helemaal geweldig. Ja. Dus, dat gaat mee naar boven. En dan kan ik het, als morgen mijn booster geruild is, mijn haar doen. Ja. En anders doe ik dat morgen tegen de avond, want ik moet eigenlijk ook nog wat boodschappen doen. Ja, ook dat nog. Maar in ieder geval, dat zet ik weer even terug op tafel. We kunnen dat zo meenemen. Hier zit er eentje voor mijn voeten. Onze Rijka. Hé, ja nou. Jij, onze Rijka. Ja. En hier ligt er eentje. Waar ben je nou met je snuitje daar? Kikkeboe, who are you? Gaan we lekker een beetje toe zo meteen. Joe. Dus ja, lieve vrienden, wij wensen jullie natuurlijk een welterusten en mooie dromen. En uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Namens Rijka, Elwing en eentje die er al slaapt, dat is onze Kandalf. En natuurlijk namens mij. En we vormen samen. Corina en de beestenbol. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie nachtrust. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei!